Zo, lieve piepeltjes van Noobers Gameplay, ik ben Casper en ik ben hier vandaag met Luc. Hallo. Hoi. Hoi. Nou, oké. Okay. Dus vandaag doet Luc springen. Wat ik al in eerdere video heb gezegd, dat Luc mee gaat doen, zo van YOLO. Ja, zo één keer. Want, ja, voor één keer of voor een paar afleveringen, misschien maken we een sessie ervan. Maar we gaan dus opnemen. Wat een kutgrip. En dit zijn dus de levels die ik allemaal heb gespeeld. En dan beginnen we met Grot en Wonder deel 2. Al even. terwijl we eigenlijk even. Wow, die heeft fucking 3 levens. Daar ben ik nog best blij mee. Luc, okay. jij druk. Oh nee, X is. Oh ja. Enter. Druk jij op X en Z. Z is. X is springen. Z is. Dekking. Soort van. Oké, dus. X is springen. Ja. Dat heb je eigenlijk het meest nodig. Dan doe jij ook maar spatiebalk. Dus wat ik doe slang. Tering. Doe maar X en spatiebalk alleen. Z hoef je toch nooit meer te doen eigenlijk. Nee, oh fuck! Oh, kijk, ik sloeg hem wel, hè. Ja, maar. Ha, kijk, ik kan niet eens verder. Want... Met hem. Fuck jou, faalhaas. Wat is het? Een faalhaas. Jij hebt vleermuizen en faalhaasen en dit was toevallig een faalhaas. Oké. Okay. Heb jij dat bedacht voor het spel? Wat? Heb jij dat bedacht voor het spel? Ik. Oh, Christus. Je moet je wel springen. Oh ja, weet ik veel. Ik ben je moet je wel springen, pieze hoer. Ik ben een gesprek aan het voeren, bestie. Jongen, ik game toch ook terwijl ik praat? Ja, ik niet. Ik speel dit überhaupt ook. Wat is die gore aap die we achtervolgen? Dat is Abu toch? Die was ik toch ook een van mijn afleveringen. Oh! Kut haar. Oké, wacht. Oké. Okay. Ik draai goed. Wanneer en ik draai even de camera. Oh fuck. Camera hoek. Nee, stop. Oké. Okay. Spatiebalk doet niet goed. X jammer. Ja. X. X ook. Controlepunt. X. Oh nee. Fuck. Oh jezus. spring! Kut. Dus kijk, eigenlijk straks wordt het echt schelden, want dan word je er echt. Oh, kut. Dan word je er echt gek van. Dus spring! Oh, nee, ja. Oh, goed. Oh. Spring. Oh, zo doe je dat. Oké. Kijk, nu lach je er nog om. Kut. Oh, maar straks gaan we elkaar echt vaknerd uitzien. Nu begint hij al. Domme. Is dat? Het is echt 3-dubbel okay. Polio met jou hier. 3, 2, 1, spring. Oké, hierover springen. Je moet wel zeggen wat je moet doen, man. Jongen, je kan toch zelf ook zien als er een soort van kloof zit dat je moet overspringen. Ah, sorry hoor. Of niet soms. Ben je blind? Het zijn zoveel teringcafés dat het gewoon niet te zien is. Echt wel. Oh, je bek. Jongen, het is een spel uit 2000 hoor. Jouw hoofd is een spel uit 2000. Jouw moeder is een spel uit 2000. Dus, weet je. Twan, hè. Die kreeg mond op mond behandeling van een meisje. Twan, die heeft... Heb je ook onder Twan opgenomen? Nee. Nou en? Oké, nu. Nee! Je stem gewoon. Nee, dat meen je niet. Nee! Fuck jouw munt, ik ga juist niet pakken of zo. Dat klonk verkeerd. Wat zie je? Oh nee, niet een torts. Torts. Nee, het heet een torts. Met T-O-O-R-N. De R. Torts. Ja jongen, hij doet nu toch niks. Ik moet eerst mijn zwaard trekken en nu niet kan het. Oh stop! Oké, okay, spring hè. Controlepunt. Kijk hè. Jongen, wat is er nou zo vermaakt? Ja, dat is... Oh jezus, ik schaam me. Ik dus... Ja, dan zeg mijn geluk. Jouw prachtig geluk. Breng rood haar geluk. Jezus! Jongen, dat is moeilijk hoor als je niet kan springen zelf. What the fuck doe jij aan het ding? Space team.
Oh, no. Oké. Okay. Ja. Ik zeg wel ja als je moet springen. Uiteindelijk moet je kijk, een stukje afgrond. Dus daar moet je springen. Stop! Je gaat er van af lopen. Oké. Spring. Ik zou ja zeggen. Nee! Stop! Anders mogen we dat stukje weer opnieuw doen. Dat is kut. Oké, A. Oké, splatsbok. Oh, oh, los. Nu spring. Je moest op die handen springen. Op wie? Op die hand van die kutaap. Los door, dipshit, ben je hier al? Jongen, dat moet met Z. Ja, jij hebt Z hoor. Oh shit. Oh shit. Spring nou. Jezus. We zijn echt lekker bezig. Nu. X. Oké. Oh, je weet wel, die. Ja, hij reageert. Die toets waar. Nee, ja! Dat is die toets die je indrukt. Na de S en de E. Dat is Nasira, dat is die bitch van zus. Sussie. Sussie van je vader. Ah, dus je vader was de polio of zo. Ja, eigenlijk wel, ja. Polio. Je vader is visitiefsleider, zo'n oude. Een oude viezerik. Het kut is dat we eigenlijk nu het eerste level een paar keer overnieuw moeten doen. Nee, niet weer. Doe een ander level. Jongen, dus jij wil. Oké, zullen we dan een makkelijke level doen? Ja, kan het niet. Oké, we doen deze. Deze. Want hier ben je Abu, want dat is grappig. Dus bij deze doen we een ander level. Een oud level. Wow, fuck. Oké. Bij deze doen we een oud level, gewoon overnieuw. Dus waar ging het tegenaan? Ja, klopt. Dat is even heel jammer. Ja, oké, dus dat is als je A drukt. Echt, kijk wat hij zegt. Smeren, zie je niet dat ik het druk heb met bewaken van deze gevangenen? Eigenlijk niet. Je loopt alleen op je buik te slaan. Kijk wat je aan het doen bent. Dikke obesitas die niet aan. Echt, hè? Of zijn kussens. Godverdomme, veel calorieën. Spring. Kijk, je kan met hem dubbel springen. XX. Ja, X. X. Ja, tegen de muur aan. X. Nu nog een keer. Nee, niet. Ja. Hey, we kunnen hem niet doodmaken, want we hebben geen wapen. Dat is echt kut. Je moeder heeft geen wapen. Echt wel. Portable zwaard. Jongens hebben niet portable zwaard. Hey, spring. Pak de geestmunt. Pak de geestmunt. Godverdomme. Oké, spatie. Jezus. Oké. Stop je kut vleermuis. Leier. Vleermuisleier. Het leuke is dat er een fucking papegaai uit een lamp komt. Hey, pak. Ga naar links. Pak dat stel naar links. Geest. Word ik innerlijk heel blij van. Innerlijk. Luke. Oh! Oh, tering. Oké. Nu. Oh, dat was ook echt serieus net aan. Niks net aan, dat was gewoon. Spatie. Nee, is nog een spatie. Huh? What the fuck ben je aan het doen? Het licht moet uit. Stop, jongen. Hé, hey, je begint het te zien. Je begint uiteindelijk te snappen. Hoe is de spring? Oké. Controlepunt. De telefoon gaat. Even. Ik ga nou eerst even. Ja, nee, wacht. Wat is. Ja, nee. God. Gewoon een kastje. Ja? Kas. Wie is het? Ik ben thuis. Oh, ja. Jongens, hij is thuis. Doorgaan. Oké. Okay. Oh, tering.
Nee, flip op. Oh, kut. Hoi. Hoi. Ben ik weer. Boy, moet je ineens skills laten zien? Oh, tering, waar ben ik nu weer beland? Nee, niet. Ja, wow. Ja, man. Oké, mag ik er weer even bij? Nee, ik ga spelen. Flikker op. Oké, is goed. Tinkers... Oh shit, ik ging door die muur. Ja, in je eentje ben je veel beter, hè. Wat is dit? Die wordt toch open gegaan, of niet? Of moet dus niet, eigenlijk. Laat hem niet terug. Nou, dat zou mooi. Kut. Godverdomme. Kut, hey. Jij scheldt zo. Terwijl je niet eens bezig. Ja. Oh, ja, sorry. Ik zag het niet. Oké. Dan komt er polio. Kom. Jongen, jij bent polio. Mijn hoofd is polio. Weet je wat we straks doen? Misschien als Jonathan heel aardig is, mogen we ook nog Minecraft opnemen. Nee. Speel jij Minecraft, geef ik ook commentaar. Dat zou leuk zijn, want ik weet niet hoe goed jij bent in Minecraft. Ja, kutspel, teringspel, dat wil je echt heel leuk. Geen, alsjeblieft, nee, alsjeblieft geen Minecraft. Jawel, man, dat is leuk. Arme. Schrappig. Nee. Schrappig, jongen, schrappig. Dat is helemaal niet schrappig. Stop! Oké. Dat is diep deprimerend. Oké, nu doe ik het zelf. Ja, dus. Doe het dan even. Gift gedaan. Jongen, we zijn nog steeds aan het opnemen, dat je dat weet. Jonathan, heb je gegeven? Nee. Ja. Ja? Ja. Nu, hoeveel? Hoeveel gaan? Zoveel. Goeie kip? Ja. Gewoon lekkere goede kip. Dat maar gewoon goed. Het gaat hier om de goede kip. Dat is gewoon... Als je geen kip hebt, heb je gewoon geen leven. Inderdaad. Als je niet van de KFC houdt, dan ben je dood. Dan ga je dood. Eigenlijk. Ja, dan ga je dood aan de... Zo waarlijk, help mij. Kijk, het is eigenlijk gewoon... Het is droge kutkip die je dan vreet naar zijn... Flikker dat er zoveel chemicaliën overheen dat je soort gewoon wordt verdoofd dat je het niet meer proeft. Maar spelen is een oud level. Weet ik niet, Luc wou makkelijk een level spelen. Godverdomme. What the fuck gebeurt hier dan? What the fuck? Je moet hem open doen. Nee, niet. Het is gewoon niet waar. Dat klopt niet. Jouw hoofd is niet... Nee! Jezus, ik stem open. Mijn stem wordt zwaar eindelijk. Eindelijk! Jouw hoofd wordt zwaar. Mijn hoofd is zwaar. Nacht. Oh zo! Mauw! Jongen, ik zei toch dat het niet klopte, Luc? Jouw hoofd klopt niet. Ja, jouw moeder klopt niet. Je oma. Ik zei... Ik heb ruzie met ene Dylan en... Dat was fucking grappig. Hij zei... Casper, je hebt echt geen vrienden. En toen zei ik... Je moeder heeft geen vrienden. En toen ging hij met zijn tas naar me gooien. Dat was echt grappig. Dat is echt leuk. En zo, wat zeg je over mijn moeder? Hij leek echt net een Turk. What the fuck met jou? Hoe bedoel je eenmans lol? Wat ben je maar een kletje? Hoe bedoel je eenmans lol? Hij noemt me ook net dat snitch, omdat ik hem heb gesnitcht bij economie. En nu ben ik fucking blij, want hij noemt me snitch. En dat vind ik gewoon een eer. Dat ik het heb mogen doen. Dus Luc, heb jij nog gezellige, spannende of spraakmakende verhalen te vertellen? Nee. Vertel wat, godverdomme. Als... Ik ben al door, Casper, dat weet je. Ja, maar dat hadden de kijkers ook wel door, denk ik. Aangezien de kijkersaantal toch niet zo heel hoog is. Twee. Aladdin is wel een van de best bekeken series. Controlepunt. Oh, jee, tot dat zo... Waarom zou je dat erin zetten? Omdat het kan! Dat is toch moraal verlagend? Jij bent moraal. Jouw hoofd is zo moraal verlagend dat de halve wereld al zelfmoord heeft gepleegd. Hoe kom je in godsnaam op het fucking woord moraal verlagend? Nee, kijk. Nee, weet ik wel. Nou, gewoon, kijk. Ik heb wel... Ik verwacht een uitgebreide uitleg. Ik heb contacten, Casper. Dus ik, nee. Ja, dat was
zijn. Luc, je bent echt een vieze tyfus lijf. Mijn hoofd is een vieze tyfus. Ik kan echt niet tegen, want jij bent... Wat dat soort woorden kan gebruiken, ik weet ze niet eens toe te passen. Welke woorden? Moraal onterend. Wat zijn nou moraal? Verlagend. Dat bedoel ik. Minderwaardige levensvormen. Dat soort dingen, ja. Goed volk. Wat? Goed volk. Goed volk. Ja. Als iemand van adel gewoon de burgers ziet, dan zegt hij voet volk. Oh, dat wist ik niet. Nee, maar jij weet helemaal niks. Nou, zo dom ben ik dan ook weer niet. Nou, dat komt aardig in de buurt. Jij moederneuker. Jan Hoofd. Ja, dat was Rip. Oh, fuck yeah. Ik ben een aap met kleren aan. Ik spring voor je neus. Ja, je ziet waanbeelden. Ik zou mijn hele even pauze nemen, motherfucker. Maar hij heeft het verband. Kleren. Zie je? Hij ziet fucking vliegen. Hij is over zijn heerlijke obesitas aan het wrijven. Of zijn heerlijke obesitas. Fuck. Zeg. Fuck. Ik wil die diamant, godverdomme. De gewone mensen houdt van calorieën. En obesitas. Dan leven obesitas. Denk wel, oh, je hebt een roze gay diamant. Wauw. Hij is fucking prachtig, of niet? Dat is een gay diamant. Dat is een... Jij bent een gay diamant. Jouw hoofd is een gay diamant. Je moeder is een gay diamant. Je oom is een gay diamant. Ja. Dit is echt een kut gesprek. Echt. Stop! Waarom weet je? Die kutvleermuis. Ik weet echt niet wat die mens. Ah! Wat die beesten in de wereld doen. Dat is een kut. Ja, echt, hè? Zijn voedsel voor de spinnen. Ja, waarom zijn er fucking spinnen dan? Om vliegen weg te halen. Waarom zijn er fucking vliegen? Om hommels weg te halen. Waarom zijn er hommels? Om bloemen te bevruchten. Kut. Nee. Jongen, waarom moeten per se die kutbeesten dat doen? Waarom kunnen mensen gewoon niet bloemen bevruchten? Nou, omdat ik misschien een beetje aan op een bloem gaat zitten om even een nectar in je reet te krijgen. En het dan even bij de volgende bloem uit te gaan zitten pakken. Dat klinkt fucking inderdaad heel mens onerend eigenlijk. Jouw hoofd is onerend. Dat is ook de vertaling van Dishonored. Onerend. Dat is ook heel veel met van die kutspelletjes. Als je dat gewoon vertaalt, dan is het echt heel zielig. Nee, jij bent gewoon sowieso wat zielig. Bijvoorbeeld zelfs Call of Duty of zo. De plicht roept of zo. Oh, lekker. Zoiets zeggen ze. Call of Duty. Roep van de plicht of zo. Waar is. Oh. Moet ik helemaal moeilijk doen om een fucking sleutel van het wapen te pakken? En weet je wat ik. Wat nee, ik, weet je waar. Weet je wat ik niet met de sleutel doe? Dit ding openmaken, want ik ga dit. Nee, godverdomme! Ik ga een ander level doen. Nee. Kut. Nee! Luc neemt gewoon mijn spel over, godverdomme. Nee, weet je waar hij die sleutel heeft bewaard? In zijn anus. Nee. Volgens mij zijn we al nog nu eigenlijk. Maar kijk, we zijn langer dan een kwartier bezig, dat weet ik nu al. Stop! Geef eens ieder ding. Murph. Oh ja, nou ja. Oké, dan gaan we nu het geest met het spel spelen. Wow. Nee, mijn je niet mij. Dat is een spoiler eigenlijk. Buddy is echt een klootzak. Hoezo? Ja, echt hè. Gaat hij in een wasbak pissen? Ja, ja, hij ging naar Rotterdam toe en moest hij naar de wc en toen zei hij van, ah, waar is de wc? Toen zei man, ja, daar ergens. En toen heeft hij in de wasbak gepist. Gewoon. Echt zo? Ja. Op de kermis zijn toch ook dit soort toiletten? Gast, we zijn hier niet op een kermis. We zijn hier met een uitje met aardrijkskunde, godverdomme. Oh, jij was ook mee? Ja. Oh, ik was maar over de streep. Jongen, als je... Dat is echt puur liefdes. Ja, nou, ik had liever naar over de streep gewild. Oh ja, wil je ook slaan, ja. Je wilt niet liever naar over de streep. Jawel. Kijk uit wat je zegt. Nee, maar weet je hoe fucking zij Rotterdam was? Even serieus. Weet je hoe fucking saai je hoofd is? Weet je hoe fucking saai je moeder is? Weet je hoe fucking saai je oma is? Weet je hoe fucking saai jouw vader is? Oké, maar even serieus, Luc, vertel iets over jezelf. Okay. Ik ben Luc, ik heb rood haar, ik ben fucking lelijk en ik ben een ginger. Hallo, ik ben Casper, ik heb ik zeg iets over jezelf. Dik hoofd en ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel te doen, behalve mensen als Luc afzeiken, terwijl hij echt gewoon een pittig volmaakt is. En nou, dat kan ik gewoon niet hebben. Dus ja, ga ik maar excuses vinden om bijvoorbeeld hier een video met hem op
op te nemen. En dan zegt hij dat ik op die kant en dan die zelf ook. Ik ben helemaal geen ene reet van. Omdat dit level wel goed is. Oh, je mag dit level. Ja. Ik kom er niet van. Jongen, rustig aan maar. Godverdomme. Hoe laat is het? Luc, kijk hoe laat het is. Jij, slaaf. Zie je, het is nog fucking vroeg. Ik ga mijn hoofd niet verzieken. Je moeder is niet fucking vroeg. Oh my god. Weet je wat vaak niet vroeg is? Ja, kom. Ik zo meer deze. Oh fuck! Oh! Kut! Eet dat! Ah, mijn kut! Kut! Oh! Kijk, weet je wat X is? Dat is de letter. Ik zeg wel tegen mijn moeder dat maar die zombie in je kut zit. En op welke gelegenheden zeg je dat dan? Ik wil dat toch op je trekken! Nou! Gaat hij naar mijn moeder en dan zegt mijn moeder van, Luc, mag je niet zeggen. Zeg van, oké, sorry. Mijn moeder zou boos worden. Het is mij. Mijn moeder zou zeggen, leg eerst uit wat kut is dan. Als mijn broertje nog klein was geweest, leg eerst uit wat kut is dan. En dan zou ik zeggen, nee, dat nooit. En zou mijn moeder boos worden, want dan zou ze zeggen, dat weet je niet. En dan, oh kut, je hoofd zit. Nou, ja, jouw hoofd is verkeerd. Jouw moeder is verkeerd. Ja, oma is verkeerd. Ik heb geen oma, die is er. Nou, hè? Je opa dan, je vader. Ik heb geen oma. Kut, je tante. Je tante is je... Je tante. Sterker nog, ik ben verstopt. Ik heb ook geen moeder en vader meer. Vader en moeder en vader, dip shit. En jezelf ook wel. Moet ik je nou helemaal gaan opvoeden, godverdomme? Ja, eigenlijk. Een man moet altijd als eerste genoemd worden, want ja. Mannen zijn altijd. Vrouwen zijn minder waarde. Oh, racist. Jongen, alsof jij een vrouw bent. Alsof jouw hoofd een vrouw is. Alsof jouw moeder een vrouw is. Ja, je bek. Die was wel heel goed. We zijn echt lekker bezig. Stop, jongen! Jongen, godverdomme, Luc! Ja. Oh. Nee. Die bom. Oh, dat is niet goed, jongen. Zo lekker lucht. Die zo omhoog. Kut! Ik ben helemaal verslag van jou! Slecht, oké. Okay. Oh, kut! Wanneer komt de volgende video? Maandag. Oh, nou, dat is. Maandag! Oh, kijk, ik heb hier. Creme. Als. Ja, creme voor je kut. Creme. Ah, stop! Oké, wat is dit smerige ratje? Dat is een konijn. Dat heet een konijn. Dat is een albino konijn. Jij bent een konijn. Jouw hoofd is een konijn. Jouw moeder is een konijn. We zijn echt bezig met elkaars hoofd, elkaars moeders en elkaars oma's. Eigenlijk mijn oma, want zijn oma's dood. Nee, ik heb wel een oma. Jij bent echt een klootzak. Jouw hoofd is echt een klootzak. Jouw moeder is echt een klootzak. Kom praten. Jouw oma. Waarom ben je aan het klikken? Vertel! Geef een uitgebreide uitleg waarom jij aan het klikken bent. Omdat jouw chromosomen mij dat verbieden. Dus daarom schrijf ik de kant in. Dat klinkt logisch. Jouw moeder is logisch. Jouw moeder is logisch. Oh, wat kut gesprek. Dat hebben we de helft van de video al. Volgens mij als je alles op een rijtje zet, hoe vaak we hebben gezegd, je hoofd, je moeder en je oma, dan zitten we al zeker op de helft van de video. En de helft is nu volgens mij al 20 minuten of zo. Oh, nou, dan misschien moet ik die video dan maar even aan het eind maken. Want anders wordt het heel saai om naar te kijken. Jongen, je hebt het ook maar één keer mee. Het is gewoon special. Wow. Kijk mij, ik draai aan een ding. Draai je aan een stok. Stop. Kijk mij een stok dan. Met je dikke piemels liggen. Het is lange diepje. Nou ja. Voel je nu stoer? Nee, kijk, er is een verschil. Jij voelt je stoer, ik ben stoer.
Uit je bek is? Jan Ho. Ja, ja. Daar kan ik geen Jan Ho van maken. Ik ben verwant. Jij lijkt verwant. Oh, wacht. Jan Hoofd is verwant. Kut. Nee, Jan. Kut! Nee, okay. Met deze uitroep ga ik de video beëindigen. Zit de zand in je kut? Ja. Zand in je kut? Ja, eigenlijk wel. Wie is die down? Kijk hem dan. Oh, kijk mijn stoel. Oh, volgens mij heeft hij een groot. Ik mij, ook. Volgens mij heeft hij een chromosoontje in de oog. Chromosoom te weinig. Chromosoontje in de oog. Oké, dus dan groet ik jullie een fijne dag en dan. Dan doei. Doei. Zoals Luc dat zo prachtig gevatmend zegt. Vergeet de video vooral trouwens niet te liken. Nou ja, dat doe ik toch niet. Ook als je hem lelijk vond. Ja, kijk, als je hem lelijk vond.